De visie van Tost. Kijk nog heel even terug naar de wedstrijd van afgelopen weekend. Die je eigenlijk na een slecht begin toch over de streep weet te trekken. Ja, dat klopt. Daar is natuurlijk genoeg over gepraat. Belangrijk is dat we die wedstrijd gewonnen hebben. En dat je na 0-2 achterstand toch de veerkracht hebt om met name de tweede helft naar je toe te trekken. En daar ben ik op zich ook wel content over. Dus we hebben 3 punten hier in huis gehouden. En op naar de volgende zou ik zeggen. Ja, en dan hopelijk met een iets sterker begin. Ja, als het eind ook zo is, dan mag het voor mij wel wat minder zijn. Nee, goed, alle gekken op een stokje. Kijk, je hebt elke wedstrijd heb je absoluut de intentie om die wedstrijd in te gaan en ook te winnen. Alleen de realiteit is soms anders. Ik denk dat wij ook tegen Os absoluut de intentie hadden om meteen die ploeg vast te zetten en jouw wil op te leggen. Ja, je loopt gewoon tegen een counter aan en een spelervat die erin gaat. Ja, goed. Wat je wil, dat is niet altijd hetgene wat gebeurt. En dat zal tegen VVV ook zo zijn. Daar hebben we een bepaald strijdplan straks en we willen dat gaan uitvoeren. En de wedstrijd leert dan of dat ook zo gebeurt of niet. Dus dat is altijd heel moeilijk. Feit is wel dat als je achterkomt, daar hebben we weer maar eens bewezen dat we toch terug kunnen komen. En dat, mocht dat dan ook bij VVV gebeuren, dan zie ik geen enkele reden om aan te twijfelen dat ook dan weer kan. Het is eigenlijk alleen tegen Almere fout gegaan, maar goed, daar ging gewoon alles fout. Een doelpunt tegen, niet in de wedstrijd zitten, rode kaart krijgen, meteen naar rust en 0-2 krijgen, ja, dat geeft je zoveel tikken. Ja, daar hebben we het moeten ondergaan, maar dat is ook echt, en op Volendam na, in de eerste uitwedstrijd, daar is dat ook niet meer geweest. Ga je met dezelfde spelers beginnen als afgelopen weekend? Nee, dat is nog allemaal zeker. Ik bedoel, we zijn 2 dagen voor de wedstrijd. Her en daar zijn er nog wat mensen die wat lichte pijntjes hebben. Dus dat is niet te zeggen, dat weet ik niet. Ik heb in ieder geval zeker nog geen opstelling in mijn hoofd. Ik ben wel natuurlijk wel over dingetjes na aan het denken. Dat doen we samen. Maar ik heb nog geen opstelling, nee. Ja, ik zag Paulus, die mag een goal, maar hij speelt ook een goede 12. Sicilia viel goed in. Het zijn toch wel keuzes, hè? Ja, je hebt zeker opties. Laat ook gezegd zijn dat zeker ook die jonkies dat uitstekend gedaan hebben. Ik vond Mitchell een hele goede partij spelen. Ja, Regino is toch, als hij inkomt, gebeurt er iets. Dus dat was net wat we nodig hadden. Nou, goed, dan gaan de anderen mee, dus dat is mooi om te zien. Alleen VVV is weer een andere wedstrijd. Ja, en ik vind toch dat je steeds moet kijken naar waar de zwaktes en ook de sterktes van de tegenstander zitten. En daar probeer je je team ook, ik wil niet zeggen te laten aan te passen, maar je moet er wel rekening mee houden. Ja, en de ploeg waar je nog tegen gaat spelen, VVV, ja, die ken je natuurlijk. Hè? Ik zou denken dat je de zwakke plekken kent. Ja, toch, luister, die ploeg ken ik. Er zijn natuurlijk een paar nieuwe jongens bij. Die ik minder ken, die ik wel een aantal keren gezien heb. Ik heb VVV 3 keer gezien, tot nu toe. Dus ik denk wel te kunnen weten waar die sterktes liggen. En zeker ook omdat ik daar getraind heb, weet je natuurlijk wel wat meer. En kan dat van voordeel zijn. Ja, en is het voor jou zelf ook nog speciaal om daar te gaan spelen? Of is het gewoon een van de 38 wedstrijden? Nou ja, het is altijd wel speciaal. Ik bedoel, ik heb daar nog niet zo gek lang geleden gewoon als trainer gewerkt. En, Het is 1 jaar geweest, niet het makkelijkste jaar, laat dat ook duidelijk zijn. Maar op zich heb ik wel hele goede gevoelens, zeker met de mensen waar ik mee gewerkt heb. Dus het is altijd wel leuk als je dan tegen een oude club weer gaat spelen. Daar verheug ik me ook op. Nogmaals, het is een hele leuke club. Maar ik ben nu bij Roda en ik wil nu ook graag winnen daar. Dus wat dat betreft, als je dan naar mij kijkt, heb ik maar 1 doel, dat is daar als winnaar van het veld af te komen. En hoe verhoudt zich Roda tot VVV op dit moment? Ja, op de ranglijst is het duidelijk, maar... Ik denk dat Roda wellicht iets meer kwaliteit heeft. Ik bedoel, dat baseer ik eigenlijk gewoon op het aantal punten wat je hebt. Dat kan ik ook wel baseren op het feit dat ik daar gewerkt heb. Maar goed, je moet VVV zeker niet onderschatten als ze hun dag hebben. Ik heb vorig jaar 2 keer met VVV tegen Willem II, later kampioen. Daar win je gewoon 2 keer tegen. Het is wel een team wat echt wat kan en wat ook echt kan pieken. Als mannen als Randy Wolters een dag hebben, dan ga je een zware avond tegemoet. Dus wat dat betreft weet ik heus wel wat daar rondloopt. En denk ik dat wij nu, ja goed, wij doen het wat beter. We hebben gewoon veel meer punten, maar het is een wedstrijd op zich en dat weet VVV ook.